De route van de stoet in het Rabbedammersriek, die op zondag 3 maart door Kinrooi zal trekken, zal iets wat anders dan voorheen lopen. De reden hiervoor is dat de oude fanfarezaal langs de Weertersteenweg in Kinrooi er niet meer is. Daardoor zal de stoet niet meer ontbonden worden op die plek. De ontbinding zal nu in De Bunker aan het Nelisveld in Kinrooi plaatsvinden. De stoet heeft dus een iets andere route. Opstellen doet men zoals gebruikelijk op de Esserstraat. De reclamestoet doet dit op de Kerkhofstraat. Vervolgens wordt er om 2:11 vertrokken via de Esserstraat naar de Kampstraat, de Binnenweg, de Broekstraat, de Breersteenweg, het Dorp, de Kloosterstraat, de Molenweg en de Processieweg. Om dan tegen het verkeer in het Nelisveld op te komen, waar dus de ontbinding is. Het belooft een mooie stoet te worden en na de ontbinding is er nog rabbedabbers ambiance in De Bunker. ADS Plus en betonvloeren Frank Vastmans presenteren de 16e Back on Stage. Bray rockt op 5 en 6 april in Sporthal Olympia. Met op vrijdag a tribute to Coldplay, Bon Jovi, Robbie Williams en de Red Hot Chili Peppers. Op zaterdag staan Smokey, The Swede, Slade en Neil Diamond op het podium. Alle info op backonstage.be. Back on Stage. Met als goed doel bestrijding van kanker en autisme. Sponsored by de Free Boutique, Equi Coaching, Win for Life en de Regio Radio's. Thank you.